pense qu'il y a beaucoup de choses à améliorer au niveau de tutelle. Je pense qu'il faut surtout essayer d'uniformiser au mieux la qualité de tutelle, parce qu'il y a beaucoup trop de différences aujourd'hui. Als ik vanuit mijn hart spreek, dan wil ik eigenlijk het liefst nog meer tijd om echt met de jongens en de meisjes bezig te zijn. J'aimerais plus d'aide au niveau psychologique. Dat is het einde van de voogdij. 18 jaar is veel te vroeg. Ik denk dat we absoluut moeten gaan tot een langere periode. Misschien ongepast, maar het is veel te vroeg om te zeggen 18 jaar, jong, je bent volwassen, zoek maar uit. Dat is niet goed. Ik denk dat we in de coaching nog meer zorg zouden kunnen nemen om, voor de voogden eigenlijk te ondersteunen en hun taak als voogd en ook een stukje wel aandacht geven aan het welzijn van de voogd. Moi, je parlerai peut-être plus de la formation qu'on a eu pour débuter. C'était très condensé. On a eu 6 jours de formation. Pour moi, ça mériterait d'avoir encore un petit peu plus de temps pour cette formation. Aller plus dans le détail, peut-être aussi faire des petits groupes d'échange. In een ideale wereld zijn er geen voogdijen meer, zijn er geen voogden meer. Dus ja, dat zou ik veranderen. Ik wil het vooral nog heel lang blijven doen, omdat ik het enorm deugdtoend vind en het voelt niet als een job. J'aime beaucoup être tutrice, donc je pense que je vais continuer à garder des tutelles parce que j'aime beaucoup le contact avec les jeunes et voilà. Oh, mijn toekomst als voogd is nog voor 4-5 jaar. Wil ik absoluut bezig zijn, verder met jongeren, niet plooien, verder doen en helpen. Eh bien, être tutrice n'est pas un rôle facile du tout, mais il y a beaucoup de choses positives et les contacts avec beaucoup d'intervenants sont passionnants et les jeunes sont géniaux. Donc, mon avenir, ben, je vais continuer en axant les choses sur les points positifs. Ik ben nog niet zo lang voort, maar ik hoop om nog meer voorzien op te nemen en zo. Ja, een verschil te kunnen maken voor niet-begeleide minderjarigen. Zelf als ex-vluchteling naar hier gekomen en vandaag ben ik als voogd en begeleider van niet-begeleide minderjarigen. En ik wil hen ook aantonen dat er een andere kant van de kaart ook bestaat.